werkgevers die werknemers ontslaan omdat zij niet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, zullen een waarschuwing krijgen. Als het nodig is, zullen zij beboet worden of hun vergunningen kwijtraken. Dit zei minister Reshma Kuldeep Singh vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers. De bewindsvrouw benadrukt dat werkgevers zich aan de wet dienen te houden. Inderdaad, wij promoten vaccineren. Het ministerie ook staat achter vaccineren. Maar er is nog geen wet in Suriname dat we verplicht vaccineren. En bedrijven die overgaan tot een ontslag, daar als er een klacht bij het ministerie wordt ingediend, dan grijpen we wel in. Maar als wij niks weten daarvan, dan kunnen we niet ingrijpen. Welke sancties kunnen dus onder andere getroffen worden in zulke gevallen? Nou, ze krijgen een waarschuwing en daarna komt er een boete of een, het intrekken van vergunningen kan. Maar natuurlijk weten wij dat werkgevers ook willen dat hun bedrijf beschermd blijft, hun arbeiders beschermd blijven, de directie beschermd blijft. Kuldeep Singh zegt dat er geen wetgeving in Suriname is die werknemers verplicht zich te vaccineren. Ze vindt dat het belang van vaccinatie tegen het coronavirus ingezien moet worden door een ieder. De bewindsvrouw zegt dat alle klachten die op de juiste wijze binnenkomen, behandeld worden. Het klopt niet dat er meldingen worden verwaarloosd. Nou, dat ze geen gehoor krijgen, dat denk ik niet. Ik ga geen namen noemen van bedrijven. Dat is een policy van mijn ministerie, geheimhoudingsplicht. En, als er gevallen zijn en er wordt een officiële klacht ingediend, als je hem gaat appen, als je hem op Facebook gaat benaderen, ga ik geen case in behandeling kunnen nemen. Het is een professionele organisatie. Wij willen professionele aanklachten hebben. En als dat het geval is, dan wordt de werkgever wel gecontacteerd. De minister zegt dat geen enkele leidinggevende een arbeider kan dwingen om zich te laten inenten. Ze is zelf geconfronteerd met besmettingsgevallen op haar departement. De minister zegt dat zij vaccineren promoot, maar de keuze nog altijd bij het individu zelf ligt.